Zo. Een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van De Stofjes. Eerste kerstdag. Fijn voor allemaal die kijken. Fijne feestdagen. Vrolijke kerst, gezond 2023 gewenst alvast. Sportief gezien. Sowieso altijd gezond blijven. Dan doen we het allemaal goed. Dus bij deze zeggen we fijne dagen. Ach, kom maar wat, gekheid. Zondag, eerste kerstdag. Gisteravond een feestje, of tenminste de kerstavond gevierd bij vrienden van ons. Gegourmet, jawel. En wat gaan we straks doen bij mijn zus? Gourmetten. Nou, is dat wel bijzonder natuurlijk. Maar vandaag. Vandaag is eigenlijk mijn vaderjarig. Goed, die is al heel erg lang geleden overleden. Dus die heb ik al heel lang niet meer. Maar goed, dit is toch wel eigenlijk zijn verjaardag. Ook eerste kerstdag. Dit is een speciale dag omdat dit ook de eerste kerstdag is zonder mijn moeder. Dus ja, dat is wel een speciale. Wij gaan ook naar mijn zus met z'n allen. Dat we dat even één keer, in ieder geval sowieso dit jaar, met z'n allen vieren, kerstdag. In het teken van. Dus, bijzonder vandaag. In zekere zin natuurlijk niks aparts. Eerste kerstdag is voor allemaal wel een bepaalde dag. Zijn we echt niet de enige. Er zijn meerdere mensen die dit soort dingen hebben. Dat er mensen zijn die vandaag helaas ook een dierbare moeten laten gaan op de dag van vandaag. Daar ontkom je niet aan, dat is het leven. Maar goed, ik hoop dan in ieder geval dat er dat het dan wel allemaal goed komt. Nou, bij ons is dat eigenlijk niks anders. Nogmaals, twee speciale dingen. Dus het feit dat mijn moeder er dit jaar niet meer bij is voor de eerste keer. En dat het eigenlijk officieel de verjaardag is van mijn vader. Dat hebben wij vroeger altijd bij mijn moeder thuis gevierd. Die vond het altijd wel iets. Eerste kerstdag is bij mij in verband met de verjaardag van mijn vader. Van haar man dus. En dat ging altijd gepaard met lekker eten, koken, noem maar op. Dus natuurlijk gaandeweg de jaren dat wij uit huis zijn en dat mijn moeder uiteindelijk niet meer kon, is dat natuurlijk een beetje verwaterd. Vorig jaar zijn mijn zus en ik nog samen bij haar geweest, eerste kerstdag bij Katharinehof, waar zij toen net eigenlijk verbleef. Dus dat hebben we daar gedaan vorig jaar. Ja, en dit jaar zonder. Eerste keer. Dus zal ook wel een gedenkwaardige worden. Toen was het volgende. We waren aan het kokstoven wat we gingen doen met eten. Vroeger maakte mijn moeder altijd een pan griesmeel, pudding of griesmeel en pap doorslagen met opgeklopt eiwit. Dat is iets wat er toen als een bijna traditie inging. Dat was ieder jaar standaard. Grote pan met griesmeel pudding doorslagen met eiwit. Kostelijk. Dat was zo lekker. Dat was eerst van 1 liter naar 2 liter naar bijna 4 liter die ze moest maken en het ging gewoon allemaal op. Het was zo rete lekker. Dat was echt niet te geloven. Nou, natuurlijk kun je dan bedenken, we gaan nu dat eten doen bij mijn zus. En wat gaan we als toetje doen? Ik had het een beetje bedacht. Wij waren het aan het bespreken van wat gaan we doen. Mijn zus hoeft alleen maar te knikken en ik wist precies waar ze het over had. Zij had hetzelfde idee. Sterker nog, zij had het al gehaald. Dus wij gaan vandaag na het eten proberen om de warme pap, zoals wij dat noemden. Nou, wij noemden het eigenlijk, mijn zwager en ik noemden het op een gegeven moment de parme pap. Als grapje. We deden wel eens vaker om dan woorden van de eerste letter van de dingen om te draaien. Dus warme pap wordt dan parme wap.
Nou, dat was op een gegeven moment een dingetje. En ja, dat hebben we heel lang kunnen en mogen vol blijven houden bij mijn moeder. Tot uiteindelijk dat niet meer ging. Maar goed, wij gaan dat vandaag dus ook doen. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Ik hoop dat het ook net zo lekker gaat worden. Maar goed, dat weet je nooit. We zullen het afwachten. Goed, dit was mijn korte zondagmorgen vlogje weer. Voor de rest nogmaals voor iedereen fijne feestdagen, fijne kerstdagen. Een gezond 2023 alvast gewenst. En dan zien we in januari weer terug. Oh ja, volgende week natuurlijk gewoon weer een vlog. Want ik ga gewoon door. Kerstdag of 1 januari of wat dan ook, maakt helemaal geen donder uit. We gaan gewoon door. Dus volgende week ben ik er gewoon weer bij. En dat is prima. Nou, nog even gewoon een blauw duimpje omhoog of een duimpje omhoog geven. En even abonneren op de kanaal, dan komt het helemaal goed. Dan kan ik volgend jaar ook weer gewoon lekker door. Al doe ik niet trouwens, dan ga ik ook gewoon door. Maar het zou wel leuk zijn als dat wel een keer gebeurt. Een paar duimpjes erbij. En een paar abonnees erbij zou ik heel erg op prijs stellen. Dus, nou, nogmaals, fijne zondag, fijne kerstdag. En ik zie jullie volgende week weer terug. En dan zeg ik, zoals altijd, met een hele korte afscheid. Ik zeg, ciao.